Alright, Tommy, welkom. Yes, dankjewel. Dank je om te komen. Welkom. Vertel eens, wie ben je? Wat doe je? Ik ben Tommy Diekman, 32 jaar, kom uit Breda. Ik ben ondernemer. Ik heb meerdere bedrijven en vader van een dochtertje. Vader van een dochtertje. Proficiat. Proficiat. Welke bedrijven? Ik heb een tattoo shop, Exclusive Ink in Breda. En ja, was wel een beetje te zien. En daarnaast heb ik ook een sportschool. En sinds nu ongeveer een jaar heb ik ook een goed doel opgestart waar ik veel mee bezig ben. Ja, voor wat? Het goede doel heet Alleen Maar Liefde. Okay. En daarmee ben ik eigenlijk altijd merchandise aan het verkopen en inzamelingsacties aan het doen. En dan ben ik eigenlijk minder bedeelden altijd aan het helpen. Mensen die niet goed rond kunnen komen. Door bijvoorbeeld met kerst met hun voor 100 euro boodschappen te doen voor een mooi kerstdiner. Of ja, een beetje wat terug doen voor de mensen. Ja, okay, dat is mooi. Ben je daar lang mee bezig? Eigenlijk is dat een beetje ontstaan sinds heel de corona gebeuren eigenlijk. Ja. Vorig jaar ben ik daar een beetje mee begonnen. Om een beetje de ondernemers te ondersteunen die het moeilijk hadden. En mensen die door al het toedoen niet goed rond konden komen, had ik zoiets van, weet je, als de ondernemer die ik ben, vind ik het toch leuk om mensen een beetje te helpen en wat dingetjes op poten te zetten. En daar is het eigenlijk vandaan gekomen. Ja, en kwam dat ook vanuit je eigen situatie? Had je het zelf moeilijk met je ondernemingen tijdens het COVID? Sorry, kunt je even, dan maak je een klein beetje meer zo naar je mond toe. Ja, voilà, dat is perfect. Yes. Had je zelf moeite met je ondernemingen? Nou ja, ik moet zeggen, het heeft me wel goed geraakt. Alleen, ben ik in de tussentijd wel gewoon gelukkig stabiel kunnen blijven, doordat ik gewoon van tevoren al wel een spaarpot had gemaakt. En ja, niet meteen in zak en as had, laten we het zo zeggen. Maar het heeft me zeker goed geraakt. Vooral de tattoo shop, dat heeft echt wel heeft echt flink geld gekost allemaal. En dan op een bepaald moment beslis je van, genoeg is genoeg? Ja, ik zat best wel lang met het idee om een keer uit te spreken. Voor mijn gevoel klopte er gewoon een hoop dingen niet. En vooral omdat ik zo benadeeld werd, hè, dat de rekeningen liepen gewoon door. Steun bleef uit. Ja, je kreeg één keer 4000 euro. Maar als je gaat kijken dat ik met de tattoo shop bijvoorbeeld gewoon iedere maand structureel 10.000 euro kosten heb als er niet wordt gewerkt. Ja, je krijgt één keer 4000 euro, maar je bent in een jaar tijd 5 maanden dicht. Snap je? Dan heb je 50.000 euro en je krijgt één keer 4000 euro. Ja, daar gaat niemand overleven op lange termijn natuurlijk. Dus in Nederland kreeg je maar één keer 4000 euro, dat was het. Tijdens de eerste lockdown. Ik heb één keer 4000 euro gehad, inderdaad. Ja. Oh, wauw. Ja. Want bij ons in België was er nog een ander systeem. Bij ons in België kregen we elke maand 1200 als je zelfstandige bent. En dan sommige bedrijven, cafés en zo, die kregen dan iets meer. Maar als je maar 4000 euro krijgt, ja, het dan is heel en kreeg je dat, na hoeveel tijd kreeg je dat pas? Ja, dat ging echt een flinke tijd overheen. Moest je eerst nog overleven en dan krijg je maar een klein beetje. En in Nederland is het heel apart geregeld. Want als je gaat kijken, zeg maar, ze kijken naar omzetverlies ten opzichte van het jaar ervoor. Mm-hmm. Ik heb best wel een snel groeiend bedrijf. Wij zijn nu bijna 4 jaar geleden zijn we met 3 man begonnen. En ondertussen heb ik 11 mensen werken. Dus ieder jaar komen er wat mensen bij, waardoor dat ook je omzet omhoog gaat. Maar als je dan gaat kijken dat ik zeg maar 3 extra personeelsleden in dat jaar heb aangenomen. Dus je omzet gaat omhoog. Ja. Maar ze kijken maar naar je kosten gaan ook omhoog. Mm. En ze kijken naar omzetverlies van het jaar daarvoor. En ja, dan kun je niet op afgaan. Ja. Nee, dan kan je. Ja, daar valt geen pijl op te trekken. En dan zeggen ze gewoon van ja, weet je, jouw omzetverlies is niet dusdanig genoeg dat je steun krijgt. En dan op een bepaald moment zegt je gewoon oké, ik ga een video maken. Ja. Ja, ik zat al best wel lang met het idee van, weet je, voor mijn gevoel voelt het niet goed en ik wil dat ook een keer laten horen. En toen ben ik op een gegeven moment een tekst gaan schrijven. En de allereerste video die ik opnam, dat explodeerde echt bizar. Die is nu ondertussen met Instagram en Facebook bij elkaar ruim 3 miljoen keer bekeken. Dat ging echt keihard. En naarmate de tijd verder ging, ben ik me wat vaker uit gaan spreken, omdat ik toen toch steeds meer dingen tegenkwam waarvan ik vond dat het niet klopte. En toen was logica. Ja, er was gewoon geen logica. Ja. En als je dan gaat kijken naar toen was mijn bedrijf op een gegeven moment alweer open. Alleen voor mijn gevoel
was het dan niet goed om zeg maar mijn mond open te trekken wanneer het mij dan alleen slecht ging, weet je wel. En dan als ik gewoon weer mijn centjes kan verdienen, dan fuck iedereen, weet je, ja. dan maakt het me niet meer uit. Nee, ik had wel zoiets van, luister, ik wil hier wel gewoon mijn mond over open blijven trekken. Want wat was uw mening tijdens de eerste lockdown? Ja, helemaal in het begin natuurlijk. Hè, er is een hoop angst gezaaid. En hè, je zag foto's in China dat er mensen op straat lagen en zo. Ja, dan weet je, hè, in het begin weet je ook niet goed van, ja, wat moet ik hier nou van denken? En ja, toen stond ik er toch nog wel redelijk coulant in. Had ik zoiets van, ja, je weet nog van kijken. Niks. Nee, hè, je weet van niks. Dus er was zoveel onduidelijk. Alleen, ja, naarmate de tijd verstreek, gebeurden er zoveel dingen dat het voor mijn gevoel niet meer klopte. Ja, want in het begin had je wel het gevoel van, het is iets serieus, want we hadden ook over gesproken, die mensen dat doodviel, dat je neervielen in China, dat was echt, nee, was scary. Dat was beangstigend. En dat iedereen op dat moment wel dacht, dan zagen we ineens Italië, en dat was ook zo van, wauw, dit is echt wel gevaarlijk. Ja. Maar dan, hoe langer, hoe meer, konden ze iets zo, oh... Ja. Dat gebeurt hier niet in België, dat gebeurt hier niet in Nederland. Ik wilde net zeggen, heb je het ooit wel zien gebeuren? Nee. Voilà. En dan die eerste lockdown, denk je van oké, nice. Het is goed, we moeten het doen. Ja. Maar dan ze blijven. En ineens komt er ook de fake news, wat dan ineens wordt gedebunked, wat dan niet allemaal fake news is. Mm-hmm. En ja, dan zit je natuurlijk wel frustratie. En dan komt die tweede lockdown. En dan had jij waarschijnlijk het moment al van, oké. Ja. Hier klopt iets niet. Precies. En ook vooral omdat hè, in die eerste lockdown, hè, dan wordt er allemaal steun beloofd en hè, allemaal, ze bedoelen het allemaal goed en dingen. En dan blijft daar uit. En dan kloppen er gewoon heel veel dingen op een gegeven moment niet. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van, nee man, dit voelt voor mij niet goed. Valse beloftes. Ja. En, want wat ik zag in uw video, was dat eigenlijk de Nederlandse regering continu blijft kutten in het gezondheidsbudget. Klopt dat? Ja. Klopt, inderdaad. Dat is toch niet logisch? Nee. Wat is de reden daarachter in Nederland? Vertel het mij maar. Ik heb ook echt gewoon geen idee. En kijk, ons zorgstelsel staat al heel lang onder druk. Dat was ook nog al ver voor corona. Tijdens iedere griepgolf, volgens mij al vanaf 2008, als ik het goed heb. Durf ik niet precies te zeggen, maar in ieder geval al ver voor corona. Liep iedere winter liep ons zorgstelsel al over, weet je wel. Nu zeggen ze van, ja, weet je, zometeen komen we op code zwart en dan kunnen we niemand meer aannemen in het ziekenhuis. Maar dat dateert al van way back, zeg maar. En kijk, als dat al zo is, dan moet je ergens toch eens gaan kijken van, weet je, moeten we niet iets hè, met ons zorgstelsel gaan doen? En nu zit je midden in een gezondheidscrisis en ze besluiten toch om structureel ieder jaar 4,5 miljard af te schalen. Ja, voor mij komt dat niet overeen. Ja, dat is toch geen logica in de wereld? Dat is absurd eigenlijk. Hè? Ja. Want ik had gelezen dat België heeft per... Ik weet niet dat het 100.000 is. Misschien dat Sammy dat misschien eens kan checken. Per 100.000 mensen zijn er 14 intensieve bedden in België. Mm-hmm. Nederland is al 7 intensieve bedden per 100.000. Ja. En dat is dan een van de redenen waarom dat jullie dan in lockdown zijn gegaan. Ja. Laagste van heel Europa. Laagste van Europa zelfs. Ja. Oké, wauw. Ja, en dan is Nederland toch best wel een rijk land ten opzichte van heel veel landen binnen de EU. Ja. Is het dan niet raar dat ze met die halve maatregelen komen? Ik vind alles raar. Dat is toch raar? Ja, ik kan het soms gewoon... Ik kan het niet begrijpen. Het lijkt wel of dat ze ons hier graag in willen houden, weet je wel. Als je echt in een gezondheidscrisis zit en je ziet dat je ziekenhuis overstroomt, dan moet je zoiets gaan hebben van, oké, weet je, we moeten misschien toch iets met die ziekenhuizen gaan doen. En er worden alleen maar ziekenhuizen gesloten en het wordt alleen maar... De oplossingen komen er niet. Nee. Ja. Nee. Ben jij gevaccineerd of? Nee, ik ben niet gevaccineerd. Nee. Oké. Okay. En heb je er in het begin, na de eerste lockdown, aan gedacht van, vaccins zijn de oplossing? Of... Ik zelf niet eens zozeer. Kijk, ik ben echt van oudsher een sportman. Ik heb een professionele sportcarrière achter de rug. Ik ben altijd met mijn gezondheid bezig. Ik eet gezond, ik sport veel. Ik vertrouw gewoon op mijn eigen immuunsysteem. Ik ben ook echt nooit ziek. En als ik dan een keer ziek ben en ik heb een griepje te pakken, dan ben ik er na 3 dagen weer vanaf. Ik ben gewoon fit. Dus voor mij... Ja, in het begin was het dan misschien hè, een beetje angstig allemaal, maar ik heb nooit echt de idee gehad dat ik het nodig had. Maar je had wel het gevoel van, de oudere bevolking moeten we wel vaccineren, of ook niet? Nee, over de 55 jaar.
Zou kunnen. Is allemaal prima. Ik vind dat iedereen daar zijn eigen keuze in heeft. En als die oudere mensen het gevoel hebben dat hun immuunsysteem niet sterk genoeg is om dit te overleven, ja, dan moet je dat doen. Ja. Maar ik vind dat ten alle tijde de keuze, die moet er zijn. Ja. Want ja, nu ben je het al met kinderen ook, hè? Ja. Ja. Bij ons is het vrijwillig. Ja. Ja. Dus de ouders mogen kiezen of dat de kinderen nemen of niet. Maar het is... Nog wel. Ja, ik vind het zo akelig dat ze kinderen erbij betrekken. Het gaat steeds verder. Kijk, weet je, als je in Amerika gaat kijken, daar worden kinderen ook gewoon al uitgesloten als ze niet gevaccineerd zijn. Ja. En ja, het is allemaal hier allemaal vrijwillig. Maar langzaam heb ik het idee dat dat zo meteen hier ook gewoon gaat komen. Het begint, bij ons begon het ook vrijwillig. En later kwam die QR-code. En je mag alles zelf weten, je mag alles zelf bepalen. Maar toch, je mag alles zelf weten, zolang je het maar doet zoals wij willen. Ja, er was een... ik weet niet meer welk land het was, maar het was in Europa. Was een land waar als je wilt naar de tankstation wil gaan, moet je QR scannen. Ja, volgens mij was het in Australië. Was dat volgens Tsjechië mij. Is niet waar, hè? Huh? Dat was in Tsjechië, maar dat is blijkbaar niet waar. Ah, Tsjechië, nee? Blijkbaar niet. Ik heb gesproken met iemand, dat is blijkbaar niet waar. Okay. Ik heb ook, moet je ook even checken, maar ik heb het inderdaad ook in Australië gezien dat er ook zoiets was dat iemand, om af te kunnen rekenen voor je tank, je eerst je QR-code zou moeten scannen. Gewoon wegraden dan. Ja. Ja, het ding is wel bijvoorbeeld, als je in Amerika kijkt, dan daar heb je wel altijd de keuze van, ik woon in een democratische om een staat of in een republikeinse. En republikeinse staten die zeggen van freedom, alles. Democratische zeggen van, alles, je moet verplicht zijn. Mm-hmm. Dus in Amerika heb je wel de keuze van, ik verhuis. Op zich toch. Hier heb je dat niet meer, in Europa. Nou, weet je wat ik denk? Er wordt heel veel in landen gedacht. Hè? Ieder land bepaalt eigenlijk zijn eigen beleid en ieder land bepaalt zijn eigen dingen. Alleen voor mijn gevoel is het einddoel van ieder land hetzelfde. Het gaat alleen allemaal op een eigen tempo. En dan is dat land open. Dan zit iedereen daarna te kijken. En denken ze, misschien kan het er toch wel. En dan sluit dat land. En dan is dat land weer open. En dan kijken ze daarin. En denken ze, is dat het ding. Maar eindstand manoeuvreren ze toch allemaal richting die QR-code. Dit is gewoon iets waar we wereldwijd met z'n allen naartoe gaan. Heb ik het idee. Ja, het is heel erg. Omdat nu ineens... Het is heel opvallend ook. Heel opvallend. Dat het komt van overal. Elk land is ineens... Pro, want in het begin, het probleem is bij ons, we hebben een minister van den Broeke, ik weet dat je die kent, gezondheidsminister van gezondheid. En die zegt iets, bijvoorbeeld we moeten meer maatregelen nemen hier. Die maatregelen komen erdoor. Direct na die persconferentie zegt hij, we moeten meer maatregelen hier hebben. Dus terug een overlegcomité. En zo ik denk dat dat voor vijf blijft weken doorgaan. Aan een stuk is gegaan. Doorgaan, En dat je dan denkt van, waar wilt je naartoe? Ja, want dat is de vraag. En nu in Nederland zit er een probleem van. Ja. Want ik heb gehoord, ik weet niet wat dat waar is, ik denk dat ik dat in uw video heb gezien, dat ze eigenlijk alles willen sluiten nu om dan terug alles te heropenen, maar met een 2G of 1G was het. Ik weet niet of dat... Ik heb zelf wel het idee dat dat de intentie is, hè, om alles even dicht te gooien. En als zometeen mensen weer financieel erg afhankelijk zijn van de overheid, dat ze dan op een gegeven moment zeggen van ja, is prima, jullie mogen wel weer open. Maar, wacht even, dan moeten jullie wel even hier en hier en hier aan voldoen. En ik denk persoonlijk dat ze op dat moment met die 2G-regel gaan komen. Ja, want in Duitsland spreken ze al van een 1G-maatregel. Ja. Maar ik heb gehoord dat in Amsterdam, waarschijnlijk volledig Nederland, dat zelfs bakkers en slagers toe zijn. Klopt dat of? Nee, volgens mij zijn alleen de non-essentiële winkels zijn dicht. Wat is nu de situatie verkoopt, in Nederland? Eigenlijk is alles dicht, alles behalve dicht, supermarkten en alles wat levensmiddelen verkoopt. Ja, want op de grens doen ze niet moeilijk, hè? Nee. Zware toestroming naar België toe. Maar wat ik zo raar vind van alles is ook met dat hele 2G en met die QR-code en zo. Wat zegt het nou eigenlijk? Mm. Het zegt helemaal niks. Want je bent misschien gevaccineerd of je bent hersteld. Maar het wil helemaal niet zeggen dat je het niet kan krijgen, dat je het niet kan doorgeven. Dus wat zegt die QR-code? Het zegt helemaal niks. Ik was overlaatst naar de bioscoop met mijn moeder. En dan sta ik daar in de rij. Wij moeten opzij, want we hadden geen QR. Wij mochten wel zo'n zelftestje doen, maar al die mensen met QR stromen gewoon binnen. Ja. Terwijl hun testen niks.
Maar dat is het ook. Het is gewoon een vorm van schijnveiligheid. Want die mensen die hoeven niet te testen. Ze gaan overal naar binnen, kunnen lekker knuffelen. Binnen 1,5 meter is allemaal geen probleem. Ze kunnen gewoon potentieel ziek zijn, besmet elkaar. En wie krijgen daar de schuld van? Dat zijn de mensen die daar niet mogen komen. Ja, leg mij het maar uit. Ja, ik vind dat gewoon heel apart. Ja. En dan, als ik dan hoor bij ons bijvoorbeeld in de sauna, dan mensen die dan een QR-code hebben, of in ieder geval die gevaccineerd zijn, die kunnen zo doorlopen. En de mensen die dan zeg maar een herstelbewijs hebben of zich hebben laten testen, die krijgen een bandje om. Ja, gek, hè? Je bent anders. Ja. Wat zeg je? Ik ga even een paar dingen zo verlopen met jullie. Ik wil eerst terugkoppelen in verband met de griep. Ik heb de cijfers van de Nederlandse gezondheidszorg bij me. En dat klopt inderdaad. In de cijfers van 2010, als we gaan kijken 2013, 6300 mensen oversterfden. Als we gaan kijken 2015, 8600 oversterfden. 2016, 3900 oversterfden. 2017, 7500 oversterfden. 2017, 18, 9400 oversterfden. Dus het klopt wel degelijk wat je daarbij zei. Ga ik ook ineens overlopen op de vraag dat werd gesteld. Ik lees nu wel op nieuwsblad. 1992 erkende IC-bedden in België. Als ook, was wel een raakpunt, want in Slovenië is het wel inderdaad zo dat je niet kan tanken zonder een QR-code. Ah, in Slovenië. Dus in Slovenië moet je een QR-code hebben om te tanken. Dat geldt voor zo goed als bijna alle activiteiten. Australië ook, of? Gek. Sorry? Australië ook, of? Australië ga ik nu eens. Oké. Top. Dank u. Dankjewel. Fact checker. Top. Ja, Australië. Volg je Australië? Ik probeer alles een beetje up-to-date te houden. Ik krijg heel veel dingen doorgestuurd. En ik moet zeggen dat ik er niet echt meer hele dagen mee bezig ben. Dat ik mezelf een beetje stapje terug heb genomen. Dat ik zoiets heb van, ik wil er niet constant meer elke dag mee bezig zijn. Want ik heb gewoon mijn gezin en mijn dingen. En ik wil me toch wel een beetje focussen op alle dingen die wel kunnen. En gewoon niet mijn hoofd helemaal gek te maken. Maar ik probeer wel alles zoveel mogelijk wel een beetje in de gaten te houden. De quarantaine kampen? Ja. Is toch crossover? Ja, het is en mensen proberen te ontsnappen. Ja. En die worden dan opgespoord om dan terug in die quarantaine kampen te zitten. Gewoon een klopjacht gewoon. Dat is toch niet meer normaal? Ja. Dat is echt, dat is echt erg, hè? Echt gek. Allee, ik bedoel, en zij zijn eigenlijk het meest communistisch land nu geworden, denk ik, samen met Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Dat echt gewoon... Ja, volledig... Ik heb gezien dat een video waar dat een vrouw... Want je mocht niet... Als jij niet gevaccineerd bent, mocht jij alleen maar voor essentiële dingen naar buiten. Mm-hmm. Dus de mevrouw die niet gevaccineerd was, is naar een koffiebar geweest. Die had koffie gekocht. En die kwam buiten. En de politie ging naar die vrouw om te kijken of ze effectief koffie had gekocht. Dat is ongelooflijk. Waar houden ze zich mee bezig? Maar dan vraag ik me af, hoe lang gaat dat duren voordat dat in België komt? Ja. Ja, in Nederland. Ja, daar heb ik ook schrik voor. Het lijkt een olievlek te worden. Hè? Kijk, ja. En die landen liggen voor mijn gevoel verdacht richting China. Die kant een beetje op in de buurt. En China is natuurlijk de voorloper in alles. Ja. Als je gaat kijken wat daar in China gaande is met heel dat social credit systeem en zo. Mm, ja, ik vind het een hele enge bedoeling als ik het zie. Dat is heel gek. Ja. En dan ook met de moslims daar. Ja, de Oeigoeren. Ja, dat is ook... Ja. En daar kunnen ze niks tegen doen, want China is te groot. Hè? Ja. Nu, hoeveel haatreacties heb jij gekregen van mensen? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat het echt in schraal contrast is ten opzichte van alle positieve dingen die ik krijg. Weet je, ik probeer wel alles zo te formuleren dat het uit de mening komt. Het is mijn idee erbij, mijn mening is het gewoon. Dus ja, daar kan je eigenlijk verder, ja, wat wil je er eigenlijk tegen doen, dat is mijn mening. En die hoef je niet per se te delen. En toch zijn er altijd mensen die er dan anders over denken en dat is prima. En dan krijg ik af en toe links en rechts krijg ik heus wel wat haatdingetjes. Alleen ik lees er overheen, ik reageer er niet op. Nee. Ik heb er helemaal niks mee. Al vind ik het soms wel moeilijk hoor, dat ik soms wel zoiets heb voor magma. Op straat toch? Ja, ik heb hetzelfde, want ik heb niet zoveel volgers of zo, maar ik post regelmatig wel ook mijn mening en wat ik vind op het internet, cijfers, et cetera. En dan kreeg ik een bericht. Ik had het dan over het feit dat veel vrouwen klagen over een cyclus nadat ze gevaccineerd zijn. En een,
een vriendin van had mij gestuurd van ja, iedereen in mijn familie heeft het, dit, dat. Dan krijg ik zo'n random bericht van, ik vind het wel heel raar dat je hierover praat, maar je praat nooit over de neveneffecten van de pil. Ja. En dan denk ik van, wat is dan je punt? Ja. Sommige mensen willen niet zien. Sommige mensen willen zijn gewoon blind bij keuze. Kijk, en dan precies dat zoiets. En dan gaan ze die dingen helemaal uit zijn verbrand. Gaan ze dan tegen elkaar afwegen, weet je wel. En dan zeggen ze ook wel eens van, bijwerkingen van vaccinatie hebben ze het dan over. En zeggen ze, van paracetamol kan je ook een hersenbloeding krijgen, weet je. Maar dat is toch gewoon totaal iets anders, weet je wel? Dit is toch totaal iets anders. En dan zeggen ze ook van, ik heb heel mijn leven al rotzooi in mijn lichaam gestopt. Dan kan dit er ook nog wel bij. Maar dit is toch totaal iets anders. Het is een hele totaal nieuwe vorm van medisch experiment is het eigenlijk ook gewoon. En dat probeer je dan voor elkaar af te wegen. Terwijl die andere dingen al tientallen jaren getest zijn. En natuurlijk is dat misschien een risico. Maar dit is iets compleet nieuws. En dat wil je dan tegen elkaar afzetten. Ik vind dat raar. Paracetamol is vrijwillig, hè? Ja. Als jij zegt van ik neem geen paracetamol, dan moet je nog altijd naar de clubs gaan. Dan moet je nog altijd naar restaurants gaan. Maar dit is echt iets van... Dat is hoe lang het is geweest? Een jaar? 9 maanden? Ja. Die vaccins? Een jaar, 9 maanden. Ja, ik durf het niet op te zeggen. Ik luister veel. Normaal gezien, trials, maar een vaccin duurt 10 jaar om effectief te weten wat zijn de bijwerkingen. Wij weten totaal niet wat de lange termijn bijwerkingen zijn. Onze fact-checker. Kan je nog eens herhalen wat je zegt? Paracetamol, dat hersenbloedingen veroorzaakt? Zou kunnen, ja. Volgens mij is de kans van 0,001%. Maar het eerste dat je naartoe vindt, is dat eigenlijk zelfs wordt gebruikt bij herstel van hersenbloedingen. Vanwege een bloeddrukverlagend effect. Oké. Dus, ik denk dat Tafalgan ook wel misschien. Tafalgan heeft ook wel een paar bijwerkingen. Alles heeft even effecten. Ze vergelijken iets van een pil dat al heel lang bestaat met een vaccinatie. Dat ze maar hoeveel mensen kent... Ik ken heel veel mensen van mijn leeftijd die bijwerkingen hebben van de vaccins. En dat is niet om de vaccins te debunken of dat je die moet nemen of zo. Maar ik ken heel veel mensen... Het zijn gewoon feiten dat je nu zegt. Die hartproblemen hebben. Die krijgen hartkloppingen. Die voelen zich vermoeid. Ik ken iemand die heeft een blaasontsteking al vanaf dat ze haar vaccin gekregen heeft. Dus hoeveel mensen kent jij dat effectief al? Ik ken er ook wel redelijk wat, zeker weten. Ik krijg ook heel veel verhalen doorgestuurd van mijn vader, mijn zus, mijn dit, mijn dat. Dus ik hoor het heel erg veel. Maar het wordt helemaal gedownplayed, weet je wel. Je mag het er helemaal niet over hebben. Het is alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat als je een vaccin hebt genomen en je menstruatiecyclus die raakt ineens volledig van slag. Ja, dan moet je er maar gewoon bij nemen. En dat er voetballers zijn die om de havenklap ineens in elkaar zakken op het veld. Ja, het zij zo. Ik heb het nog nooit eerder gezien op zo'n grote schaal. Hoor. Het is enorm, hè? Aguero moest nu ook stoppen. Ja. Hartritmestoornissen. Eriksen, de grootste. Iedereen heeft dat kunnen zien. Nog een vraagje, Sammy. Klopt dat ze het advies geven nadat je een vaccin genomen hebt, dat je voor beter 3 maanden niet aan kinderen begint? Voilà, zoals we zo terug. Zo wel op terug. En wat aan mij verbaast is hoe rustig het nu in Nederland is. Weinig protestacties. Dat wij zien. Want ik weet nog, wat was dat vorig jaar, denk ik, dat er enorm veel protestacties waren. Maar nu sluit je alles. En hoe komt dat het zo rustig is in Nederland? Is het ook rustiger nu? Merk jij? Nou, eigenlijk niet. Het is misschien een beetje een meer een normalere zaak geworden, weet je wel. Doordat het eigenlijk zo vaak en structureel gebeurt, dat het eigenlijk niks nieuws meer is in het begin. Dan was een demonstratie, dat was voor ons weer even iets nieuws. Dat is heel lang geleden dat wij hebben moeten demonstreren in Nederland. Ja, dat is lang geleden. En nu is het eigenlijk een beetje een normalere zaak geworden, dat het waarschijnlijk bij jullie dan de media niet meer haalt, terwijl het zeker nog wel aan de gang is. Ja, toch wel. Ja. Want wij lachen altijd van, wij zijn de brave Belgen en dan de Nederlanders zijn degene die altijd gaan protesteren. Nee, maar ik vind sowieso dat heel de media al die demonstraties worden verzwegen.
Er zijn over heel de wereld zijn er demonstraties in Nederland, massademonstraties. Australië gaat helemaal los. Toen in Frankrijk, rellen, weet ik het allemaal. In allerlei landen. En je, wat zie je in de media? Je ziet niks. Alsof dat is toch best wel gewoon benoemenswaardige... Lijkt me wel. Nieuwsberichten zijn er eigenlijk wel, toch? Maar nee, dat wordt allemaal maar stilgehouden om, naar mijn idee, niet andere mensen het idee te geven van, oh, wacht eens, kijk eens wat daar gebeurt. Dat kunnen wij ook. Snap je? Denk ik persoonlijk. En het wordt allemaal maar in de doofpot gestopt, maar het is wel degelijk gaande, gewoon overal. Hoe gevaarlijk is de mediamanipulatie op dit moment? Heel gevaarlijk, denk ik zelf. In Nederland ook enorm. Ja. Ja. Is er een nieuwszender dat een klein beetje probeert toch wel te pushen van er is iets verkeerd of niet? Het is allemaal, alles buiten de mainstream media. Gewoon alles wat je op televisie ziet is gewoon allemaal één pot nat. Is allemaal dezelfde berichtgeving, allemaal eenzijdig, allemaal dezelfde gezichten. En als ze dan een keer een critici hebben, hè, laatst dan hadden ze bijvoorbeeld Remy Bonjasky, die kickbokser, die zat dan aan tafel. En dan is er één iemand die dan een beetje sceptisch is. En dan zetten ze dan 5 mensen die helemaal pro zijn tegenover. En een dokter en een viroloog en alles om diegene te ontkrachten, weet je wel. Het is heel gek. Je heeft bijna geen kans, zeg maar. Nee, je heeft bijna geen kans. En dan alles wat je, zeg maar, kritisch weet te vinden, dat is allemaal buiten de tv. Heb jij daar iets van ondervonden op je Instagram of op je video's of zo, dat ze het willen verwijderen of bericht al gehad van... Die laatste video die jullie hebben gezien, die heeft iemand, want ik zet ze eigenlijk zelf nooit op YouTube, maar er is een iemand die pakt altijd die video van mij en die zet hem op YouTube en die is ondertussen wel verwijderd. En wat staat er dan bij? Of waarom? Wat is er schendt de richtlijnen. Ja. Misinformatie waarschijnlijk. Ja, maar ik zou niet weten welke misinformatie, want alles wat ik zeg komt uit een mening. En alles wat ik zeg, dat is heel voor de hand liggend en dat is voor iedereen op te zoeken. Het is niet dat ik ineens met iets heel nieuws kom of met dingen die je niet gewoon zo van het internet kan plukken. Je stem wordt gewoon weggenomen. Ja. En that's it. Ja. Hoe bekijk je politiekers zoals Baudet, die meer tegen alles is, maar dan denk je dat dat meer is voor stemmen te winnen en dat dat gewoon de oppositie is? Of denk je dat dat echt van binnenuit komt? Ik denk wel dat hij er wel zo in staat zoals hij zegt dat hij erin staat. Ik denk niet dat het per se is om zieltjes te winnen, denk ik niet. Alleen ik heb sowieso zelf niet zo heel veel met politiek. Ja. Dat heb ik ook nooit gehad. En ik denk altijd dat degene die ze willen dat er aan de macht is, die komt vanzelf wel aan de macht. Ja. Als je bij ons in Nederland gaat kijken, hebben ze af moeten treden door die... de toeslagenaffaire was dat. Ja, toeslagen. En dezelfde mensen die toen zijn afgetreden en demotionair zijn geworden, zijn nu dezelfde mensen die zo meteen weer een klikje vormen en weer het land gaan runnen. Het is gewoon toch, exact hetzelfde. Dat is toch ongelooflijk. Exact hetzelfde. Dat is toch opgezet spel. Opgezet spel, ja. Ja. Klopt dat nu dat Rutte, waar we straks over aan het praten waren, over de Great Reset? Rutte zou deel uitmaken van het Wereld Economisch Forum. Als ik naar de website van het Wereld Economisch Forum zelf ga, wordt hij echter niet echt vermeld als lid van, maar dat staat wel degelijk vermeld op de website. Oké, dus dat staat vermeld op de website. Zijn je daar een beetje bekend mee, de Great Reset? Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik ben in de loop der tijd gewoon door me overal in te verdiepen, gewoon gaan zien dat er een bepaalde... ideologieën zijn waar deze wereld naartoe moet. En die worden nogal gepusht door het World Economic Forum. En er zijn nogal prominente mensen binnen de Nederlandse regering die daar ook lid van zijn. En als je een beetje alles volgt zoals het nu gaat, dan zie je ook gewoon dat het langzaam stapje voor stapje wel die kant op wordt gedrukt. En dan kan ik niet anders dan er steeds meer in gaan geloven dat het ook echt... Want ze hebben het eigenlijk voorspeld, hè? Ja. Een paar jaar geleden zeiden ze van, er gaat een coronavirus komen. Ja. En dat gaat de wereld in lockdown zetten. Ja. En dat komt allemaal uit. Ze zeiden,
We zeiden vorig jaar al, komt weer een lockdown. Ja, het is zover. Ze hebben ook die pilot gedaan, hè? Event 201. Ja. Ja. Hè? Om te kijken van, weet je, als er een coronavirus uitbreekt, hoe zouden we dat, hoe zouden we moeten handelen? Hoe zouden we dit en dat moeten gaan doen? En ineens een half jaar later, hey, coronavirus. Ja, wat? Ja, er was een paper en dan werd alles in uitgelegd. De stappen die ze moesten ondernemen, de stappen die er gaan gebeuren, hoe de mensen gaan reageren. En alleen was de datum fout, ze hadden het gezet op 2025, maar ze hebben het dan 5 jaar vervroegd. Ja. En dat zijn trouwens echt documenten dat je kan terugvinden. Ik ben zelf alleen even de naam kwijt. Maar, Ik ben toen ook meteen dat boek gaan lezen van Klaus Schwab. Die heeft het boek geschreven, COVID-19, The Great Reset. Hij is dan nogal vooraanstaand binnen het World Economic Forum. En hij heeft dan een boek geschreven van, weet je, COVID-19, dat is er nou. En eigenlijk moeten we dat naar onze hand toezetten om dan de wereld gelijk een stukje beter te maken. En eigenlijk alles wat in het boek staat beschreven, ja, dat zie je gewoon langzaam stapje voor stapje die kant op gedrukt worden. En dat is een boek, dat was binnen no time ook uit. En normaal gesproken doen schrijvers er best wel eventjes over om ook een boek zo inhoudelijk als dit te kunnen schrijven. En dan duurt het nog een hele tijd voordat het ook daadwerkelijk op de planken ligt. En dit was zo snel, dat is gewoon... Gewoon werd eruit gepusht. Ja, het is net alsof dat het al klaar lag, laat het zo zeggen. In het begin veel conspiracy theories zingen van, oh, het komt van een lab. Van mijn lab leak. Mm-hmm. Mensen zeiden van, what the fuck, dat is niet waar. Het komt van een vleermuis, dat daar 10.000 kilometer vandaan woonde. Hoe snel had jij zekerheid van het komt van een lab? Direct of wel een paar weken, maanden? Ik heb het nooit echt heel geloofwaardig gevonden. De vleermuisverhaal heb ik nooit geloofwaardig gevonden. Vanaf het eerste moment eigenlijk al niet. Dus, maar nee. Denk je dan, zoals Nederland, België, dat ze dat al wisten? Van het is van een lab? Of denk je van dat alleen Amerika was en China dat het wist? Of? Ja, daar heb ik verder zelf geen idee van. Maar op een gegeven moment hebben ze wel dan de wereld in geholpen van, weet je, we zijn er zelf ook niet zeker van. Het kan ontsnapt uit een lab zijn, het kan van een vleermuis zijn. Maar waar de antwoord is nog steeds niet nooit bekend geworden. Ik heb wel het gevoel dat het moment, dus ze doen de regels, ze geven theorieën. En het moment dat ze voelen van de mensen beginnen, geloven het niet. Begingen ze wel een beetje toe te geven. En dan het moment dat de mensen terug mee zijn, terug. Ja. Dat is toch... Dat is massamanipulatie. Constant toe, spelen met ons. Constant spelen, zo, hè? Heb ik het gevoel, toch? Ik weet niet dat je gevolgd hebt bij ons in de cultuursector. Ja. Bij ons hebben ze de vorige week de cultuursector gesloten. Mm-hmm. En er was eindelijk iemand, een advocaat, die ook in de cultuursector zat. En die zegt van, als ik naar de Raad van State ga, dan kan ik dit winnen. En die is naar de Raad van State gegaan. En die hebben daar dus gezegd van, oké, alles moet terug open. Cultuur, alles. Ja. En ze hebben nu terug moeten open doen. En is dat misschien de oplossing van meer mensen dat gaan meer pushen tegen? Want er meer mensen worden wakker, ja. Denk ik. Ik denk dat daar sowieso de oplossing ligt. Ja. Ik denk dat sowieso de oplossing ligt in. En dat is ook de reden waarom ik ooit ben begonnen met die video's. Is omdat ik sowieso denk dat ten eerste moet je bewustwording creëren. Hè? Mensen moeten vanuit zichzelf ingaan zien van, ho, wacht eens, er zijn hier dingen die niet kloppen. Dat is het eerste wat bereikt moet worden. Want er zijn nog heel veel mensen die zitten echt gewoon in naar mijn idee, in een tunnelvisie. Die slikken alles maar gewoon klakkeloos wat er ook op ze afgevuurd wordt. Een derde prik, vierde prik. Weet je, ze vinden het allemaal, als hun het zeggen, dan zal het wel goed zijn. Hoeven zelf niet na te denken. Ik denk dat ten eerste bewustwording heel belangrijk is. En daarna gaan handelen. Daarna is het aan mensen om hier iets tegen te gaan doen. Want op het moment dat jij dit voort laat slepen, dan gaat het van kwaad tot erger. De mensen zullen zelf in moeten grijpen, wil je dit een halt toe kunnen roepen. Is dat dan protestacties? Zou dat werkprotestacties of niet? Ik heb het gevoel van niet. De media manipuleert het zo hard dat de uitkomst gewoon altijd weer hetzelfde is. Ja. En dat vind ik heel jammer. Ik denk dat... ik ben naar redelijk wat demonstraties geweest. Mm-hmm. En ik denk dat demonstraties heel goed zijn voor je omringen met gelijkgestemden. Je voelt je wat krachtiger. Je ziet dat er heel veel mensen zijn die hetzelfde denken als dat jij erover denkt. Dus je voelt je eigen... je krijgt er energie van. Denk ik dat de oplossing ligt in het demonstreren? Nee, dat denk ik niet.
Waar ik wel denk dat de oplossing in ligt, is gewoon burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik denk dat de oplossing erin zit dat mensen op een gegeven moment gewoon een collectief gaan maken. En er wordt ook gewoon constant onderscheid gemaakt tussen sectoren, weet je wel. We staan toch allemaal los van elkaar. De contactberoepen staan weer los van dit. Dus je hebt allemaal weer groepjes die gecreëerd worden. Maar nee, het zijn niet de losse sectoren. Het zijn de ondernemers als een geheel die op een gegeven moment gewoon een collectief moeten gaan maken en zeggen, oké, weet je, jullie dreigen met boetes of wat dan ook. Nou, dat is goed. Dan gooien wij met z'n allen, iedere ondernemer, 5 tientjes in een pot. Laten we zeggen dat je 1000 ondernemers hebt, heb je 50.000 euro. Wij gaan open. We hebben 50.000 euro. Komt er een boete, betalen we hem uit de pot. Maar we zijn wel open. Kost je 5 tientjes. Hè? En, dat is wel mooi. Het kost je 5 tientjes. Maar als er een boete komt, dan neem je hem met z'n allen. Snap je? Ja. En die ene dag dat jouw winkel open is, dan heb je die 5 tientjes al terugverdiend. Al is het maar 1 dag. Ja. En ik denk dat daar een beetje de oplossing in ligt. Dat de ondernemers en de mensen samen moeten werken en zeggen van nee, het stopt hier. Wij gaan gewoon weer door met leven. Want zometeen heb je helemaal niks meer om voor te leven. Ja. Ze zijn bang voor die boete van 4000 euro. Maar ze zijn niet bang om zometeen failliet te gaan. Want er komt er helemaal geen geld meer binnen. Maar gaan ze dan niet gewoon de regering gewoon zeggen van, ah, jullie doen het zo. We verhogen gewoon de boetes. We komen elke dag checken. Er was toch, ik weet niet dat Breda was of Maastricht. Of dat er op het moment dat ze de lockdown hebben aangekondigd, dat er 14 cafés zeiden, we blijven open. Breda. Maar dat is Breda? Ja. Zijn die nog altijd open of niet? Nee, die zijn op een gegeven moment ook wel gesloten. Maar daarom is zo'n collectief heel belangrijk. Ja. Je zult als je dat in je eentje gaat doen, of met 10, ja, dan dat is een kamikaze actie, snap je? Dan weet je ook meteen, als jij ook jezelf uitspreekt. Ik kan met mijn tattoo shop wel zeggen van ja, maar hey, ik blijf open. En dan weten ze meteen van, oh ja, jij blijft open, jou moeten we hebben, boom. En dan staan ze bij jou voor de deur. Maar als jij met honderden of duizenden bent die met z'n allen zeggen van, oké, weet je, wij pikken dit niet meer, want heel ons hebben en houden gaan eraan, we gaan failliet, we kunnen zo meteen onze kinderen niet meer te eten geven, wij hebben 10, 20 jaar lang gewerkt voor het bedrijf wat ik heb opgebouwd, en als we dit zo laten gebeuren, dan wordt dat gewoon de nek omgedraaid. Het is nu genoeg geweest. Dat is de enige manier dat ik denk dat je dit tegen kan gaan. Dat is ook echt gewoon door verbinding, door als volk met elkaar samen te werken. Dat is de enige oplossing. Maar doordat ze ons constant blijven verdelen, komt die eenheid er niet. Ja, ja. De verdeeldheid is heel erg. Dat het zover is van gevaccineerden tegen ongevaccineerden. Dat wordt ook zwaar uitgespeeld. Dat was ook na te lezen in een van die papers. De stappen die worden gezet. En hoe dat het volk erop reageert. En naar mijn gevoel is het ook echt zo dat het zo gebeurt volgens dat stappenplan, wat je daarnet ook zei. Ben jij nu open of dicht met je zaken? Ik ben nu dicht. Ja. Ja. Met pijn in mijn hart, hoor. Het liefst alles? Ja, alles. Ook de sportschool. Ja, dat is ook, moet ook allemaal dicht. Kijk, ik zou heel graag vooraan staan en zeggen van, weet je, ik pik het niet en ik ga het niet doen. Maar ga ik dat in mijn eentje doen? Nee, dan ben je zaak al. Snap je? Dan weten ze meteen van, oh ja, dat is die jongen die rebels wil zijn. En dan staan ze als eerste bij mij voor de deur. Je hebt een groep nodig en dan durf ik echt wel te zeggen van, oké, weet je, let's go. Maar in mijn eentje, ja, dat is niet te doen. Is dat dan bepaalde topondernemers die samen moeten komen? Echt de grote en moeten zeggen van, nu is het genoeg? Of zitten ze daar iets te veel in het systeem van? Want alleen de kleintjes, je gaat nooit genoeg kleintjes, denk ik, bij elkaar krijgen. Ik denk dat het aantal kleine bij elkaar een sterker front vormt dan een paar grote, weet je. En hoe ga je het doen? Hoe je zoiets? Ja. Niet zeggen. Het is lastig. Ik heb ook niet alle antwoorden, weet je. Ik zou graag weten, ik zou graag willen. En ik ben constant mezelf aan het bedenken van, weet je, hoe kan ik dit aanpakken? Hoe kunnen we iets organiseren of doen? Maar het wordt je echt verdomd lastig gemaakt. Ja, ik had ook gelezen dat in oktober, denk ik, dat er een advies kwam voor een 1G-maatregel. Maar dat dan is afgewimpeld in de regering, of dat werd niet toegelaten, ik weet niet of je daar iets van weet, en dat dan nu terug opnieuw wordt binnengebracht. Maar als ze het gezegd hebben van, kijk, zolang dat je dat niet goed onderbouwd hebt, is er wettelijk geen reden toe, er is geen meerwaarde als er een 2G-regel komt. Ja, en klopt. Nu willen ze dat toch doordrammen in Nederland. Dan vraag ik me af, Omicron is bij ons Mark Varanst, ik weet niet of je die kent. Ja, die ken ik. Kent je?
Die zegt van, ik had over taart gelezen in een artikel, Omicron is eigenlijk zoals een verkoudheid zonder geur- en smaakverlies. Je hebt geen echte, je hebt gewoon verkoudheidssymptomen. Ja, maar ik bedoel, dat staat daar dus letterlijk. Ja. Een verkoudheid zonder geur- en smaakverlies. Ja. En daarvoor gaat dan Nederland in lockdown. Ja. En wij half. Ja. Dat maar toch niet. Allee. Waar ik mezelf altijd ben af blijven vragen is, hoe ver ligt dit van de griep af, weet je? Dat heb ik ook van de griep gehoord. Ja. Ik denk van, het is eigenlijk gewoon bijna nagenoeg hetzelfde. Hè? Misschien gaan er iets meer mensen dood. Ik ben geen viroloog, dat durf ik niet zeggen. Maar voor mijn gevoel ligt het niet heel ver uit elkaar. En nog nooit eerder, met geen enkele griepseizoen of wat dan ook, hebben we ooit zulke drastische maatregelen genomen. En dan nu met dat Omicron, je hebt een snotneus. Heb ik het gehad. Ik ben 3 dagen, heb ik een snotneus gehad. Heb ik op de bank gelegen. Ik ben wel bij iedereen uit de buurt gebleven, want hè, je gaat niet naar je opa en oma toe. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon boerenverstand. En 3 dagen en ik was er weer vanaf. Toen ben ik gewoon weer gaan sporten, gezond gaan eten, gewoon hè, mijn dagelijkse routine gaan doen zonder mensen in de buurt. En na een aantal dagen was ik er weer vanaf. Dus dan, ja, voor mijn gevoel, het kan voor iemand anders kan het te heftiger zijn, hoor. Dat zal ik niet zeggen, maar voor mijn gevoel was het echt gewoon een griepje. Dat is met griep ook gevoel. Zo, hè? Ja. Sommige mensen reageren heel slecht op de griep, andere mensen. Sommige, ja. En hoe dat wij dat oplossen is gewoon van de ouderen, we gaan die vaccineren tegen de griep. En de jongeren, ja, kunnen dat krijgen. Ja. Is het niet raar dat er niks wordt gedaan aan preventie? Niet in de zin van mondmasker, dat iets preventeert of iedereen binnenhouden, maar mensen thuis behandelen die ziek zijn. Waarom zijn er maar 2 opties? Je gaat naar het ziekenhuis of je moet sterven. Waarom al 2 jaar wordt er niks gedaan aan thuis? Wat kunnen wij thuis eraan tegen doen? Terwijl er al wel medicijnen zijn en al bewezen is dat ons kan helpen thuis. Dat wij niet naar het ziekenhuis moeten. Nou ja, ik vind sowieso vanaf het begin af aan dat hè, er verschillende doktoren zijn geweest die hebben gezegd van, weet je, met hydroxychloroquine en met ivermectine. Ja. Hebben we goede resultaten gehaald in combinatie met zink en vitamine D was het, geloof ik. En dat wordt volledig weggewuifd. Ja. Ze hebben zelfs in Zeewolde hebben ze die fabriek, volgens mij maakt ze daar hydroxychloroquine, hebben ze volledig gesloten. Dus, dat is toch gek? Het is alleen maar vaccin. Er wordt naar niks anders meer gekeken. En dat was al vanaf het begin. Hè? Want op het moment dat dit ontstaan is, was het meteen vaccin. Dat is de heilige graal. Verder kijken we nergens naar. We zoeken ook geen andere oplossingen meer. Dat moet het zijn. En ondertussen heb je in Nederland volgens mij, wat is het, 85% van de volwassenen zijn gevaccineerd. Je hebt meer besmettingen dan ooit tevoren. Er gaan nog steeds mensen worden ziek, nog steeds gaan mensen dood. En nog steeds wil je niet verder kijken dan dat. Weet je, het is alleen maar vaccin. En ik hoor ook niemand over van, hey mensen, ga eens lekker sporten. Nee, we gooien de sportscholen dicht. Het is precies het tegenovergestelde. Er wordt nooit gesproken over, weet je, wat zijn nou goede levensmiddelen voor mensen om hun immuunsysteem te boosten. Weet je, in een gezondheidscrisis met zoiets, dan moet je toch mensen gaan motiveren om juist gezond te eten. Ja. Welke voedingswaarden dat ze binnenkrijgen. Er is al een link gevonden tussen obesitas en of je dan wel of niet gevoeliger bent om COVID te krijgen en eraan te sterven. De mortality rate is al verbonden aan obesitas. Ja, vorig jaar. Er wordt inderdaad niks over gezegd voor versporten. Totaal vorig jaar niks. Lag het ziekenhuis helemaal vol met mensen met overgewicht en die waren juist het gevaar om het ziekenhuis vol te krijgen. En nu gooi je alle sportscholen dicht. Voor mij komt het echt niet overeen gewoon. Ik sport ook graag en ik zit er ook mee dat ik niet. Ik kan mijn ding. Ik hou van beweging ook. En dat maakt me gewoon gek als ik niet kan bewegen. Ja. En dan voel ik me ook minder gezond. Want ik ben ook niet zo geneigd om een pilletje te pakken of zo als ik ziek ben. Mijn vriendin weet dat. Die zegt pak paracetamol of zo. Ik doe het gewoon niet. Ja. Pas op voor die hersenbloeding. Ja. Maar ik weet nog, ik zei voor maanden tegen mijn ouders van, kijk, zink is het ding. Nee, nou, als je... Op een bepaald moment komt er in het laatste nieuws een artikel. Mensen die overleden zijn aan COVID, meestal is er een zink deficiency. Ja, wat? Tekort. Dat was het woord. Tekort. 1 artikel. Bijna niks meer. Nee. Dan denk ik van, ja, ik bedoel, geef iedereen zink. We hebben ook bijvoorbeeld, we moesten eens bij een dokter gaan leveren. En ik vraag aan hem. Ik zeg,
waarom wordt er zo weinig over ivermectin gesproken in België? En hij zegt van, ja, dat is niet te betalen om dat op grote basis te geven. Maar tegelijkertijd hoor ik dan ergens anders van, het probleem is bij ivermectin, er is geen patent op. Dus iedereen kan dat maken. Dus er is geen genoeg winst dat je kunt maken. Je geld te verdienen. Je valt geen geld meer te verdienen. Dan vraag ik me af, ja, gaan wij nu eigenlijk gewoon in lockdown om de Big Pharma, conspiracy even, om de Big Pharma dan geld toen te laten verdienen? Want ik heb er ook al over nagedacht. Al Nederland, België, alle regeringen, die hebben heel veel vaccins gekocht. Daar is nu keiveel geld in gestoken. Dat is allemaal, dat staat allemaal in een vriezer nu. Als zij nu gaan zeggen van, kijk, zij kunnen niet zeggen dat vaccins is niet meer nodig, want dan hebben ze allemaal voor niks gekocht. Ik denk dat daar ook het punt is dat veel mensen, veel van die regeringsleiders zeggen van, ja, we hebben nu al dat geld hierin gestoken. Ja, nu moet het gebruikt worden. Ja. En die dat daar een probleem zit ook. Want ja, als politieker wil je geen gezichtsverlies verleiden. Ook dat niet. Maar wat ik ook heel apart vind, is dat ze nu bijvoorbeeld een vaccin hebben ontwikkeld voor de vaccin-twijfelaars. Ja. Wat dan gebaseerd is op de traditionele manier van vaccinontwikkeling. Door een virusdeeltje dan in te spuiten, waardoor dat je immuunsysteem dan boost. Ik snap niet hoe het kan dat ze eerder een nieuwe methode van vaccins hebben kunnen ontwikkelen. Ja. Dan het oude, vertrouwde, traditionele. Dat laat ik weet niet hoe lang op zich wachten. Maar een nieuwe manier, die hebben we binnen no time gevonden. Zo snel, dat weet niemand. Maar daar zit wel ook weer patent op. Ja. Want dat oude, traditionele vaccin, dat patent is waarschijnlijk weer verlopen. En nou hebben ze iets nieuws. En dan kunnen ze weer flink wat geld aan verdienen. Dan zeg ik niet dat het alleen gaat om geld verdienen. Maar er wordt wel echt belachelijk veel geld aan verdiend. En waarom, als je gaat kijken naar die grote Big Pharma, die nu echt miljarden en miljarden geld verdient. Waar zijn hun dan om al die mensen te helpen van wie hun bedrijf nu naar de kloten gaat dan? Waarom niet een klein beetje van jouw winst een beetje inleveren ten goede van heel de wereld? Het is alleen maar hebben, hebben, hebben. Wij moeten zoveel mogelijk geld verdienen. En alles in lockdown, en prik ons maar lek. Maar al die winst die blijft wel in hun zakken zitten. Ik vind het een aparte bedoeling. Dat is inderdaad een goede afsluiter zelfs. Eigenlijk, want we zijn al bijna 45 minuten aan het babbelen. Nee, snel. Wil nog heel lang verder praten. Ja, wel nog één ding. Jij moet gaan spreken op de protestactie in Amsterdam, klopt dat? Dat zou eigenlijk de bedoeling zijn. Ja. Alleen sinds daarstraks heb ik gehoord dat ze die weer af hebben geblazen. Of in ieder geval het protest is verboden. Echt? Omdat, omdat er te veel bezoekersaantallen zouden komen. Ook de ME wilde in Nederland gaan staken op zondag ook. Politie ook, hè? De politie en de ME wilden op hetzelfde moment gaan staken. Dus dan hebben ze niemand om te handhaven. Geen controle. Dus hebben ze heel het protest hebben ze verboden. En dat gaat dus, mensen gaan dus niet naar Amsterdam gaan? Of? Ik denk dat er sowieso nog heel veel mensen naar Amsterdam gaan. Want ja, ze kunnen wel zeggen van jullie mogen niet komen. Maar ja, als de ME en de politie aan het staken is, wie gaat de handhaven dan? Ja. Dus, maar ik weet niet of ik mijn spreekrecht daar nog heb. Want ja, normaal gesproken, als het wordt toegelaten, dan staat daar natuurlijk gewoon een podium. En daar wordt dan op gesproken. Maar ik denk niet dat ze een vergunning krijgen om nu een podium op te bouwen. Ja, wanneer zou het zijn? 2 januari. Aanstaande zondag. Ja. Oké, top. Tommy, bedankt om te komen. Ja, zeker. Jullie bedankt. Een heel leuk gesprek. En veel succes nog. Ja, jullie ook. Dank je. Ik kan zeker alle video's zien dat je nog gaat maken. Ja. En misschien tot de volgende. Super. Okay. Bedankt, jongens. Dank je.